zeggen, Matthijs. Het is de klerenkast. Echt waar? Zou je niet zeggen. Nou, we hadden de huur nodig en toen hebben we een muntje opgegooid en ik heb verloren. Nou, ja, je bent in elk geval wel eerlijk. Dat mag ik wel. Ik kan het misschien eerst een paar dagen aanzien. Hè? Kijk hoe het gaat. Dacht ik ook. Maar er zit geen raam in, Matthijs. Geen raam? Wat moet je met een raam? Ja, en het betekent dat je door mijn kamer moet om in de jouwe te komen. Maakt mij niet uit. Als het jou niet uitmaakt. Tenzij we natuurlijk een hele andere regeling bedenken. Oh, best. Hij kan ook bij mij in de kast. Nee. Nee, we hebben het nou helemaal zo afgesproken. Waarom laten we het niet zoals het is? Dat zien we wel. Oké. Prima. Nou, ik ben blij dat het geregeld is, want ik wil het over iets veel serieuzers hebben. Hebben jullie al gehoord waar ze nu op willen bezuinigen? Oh, politiek. Dat wordt een latertje, Matthijs. Oh ja? Latertje? Voor je begint, René, zal ik eerst maar even een hele grote verse pot koffie zetten. Ja, mieters. Koffie. Daar is die weer. Toch teruggekomen, hè? Wat doe jij hier? Wie heeft je binnengelaten? Matthijs heeft me de sleutel gegeven. Zo, hoe krijgt hij het in zijn hoofd? Hij zei dat u blij zou zijn mij te zien. Waarom? Wie ben jij? Ik ben uw dochter. Oh ja? Ik ben Freddy. Ja, ja, jij bent Freddy en ik ben je daddy. Ja, dat zei u vroeger ook al. Jij bent Freddy en ik ben je daddy. Moest ik altijd om lachen. Jij lacht ook om alles. Maar wat moet ik met jou aan? Blijf even staan, ik ga je moeder bellen. Ik ga niet terug, hoor. Waarom niet? Ze wil me niet. Ze zegt dat het nu uw beurt is. Mijn beurt? Heb ik niet genoeg gedaan voor dat gezinnetje? Wat wil ze nou nog meer? Mijn bloed? Weet ik niet. Waar zijn je kleren? Heb ik in de achterste slaapkamer gelegd. Dat is Matthijs' kamer. Komt hij dan terug? Ja, natuurlijk komt hij terug. Waar moet ik dan slapen? Weet ik veel. Centraal station of zo. Wat? Nou goed, neem die kamer maar. Komt er tenminste nog eens frisse lucht in. Maar we gaan geen posters ophangen, hè? En je komt niet aan Matthijs' spullen. Nou, fijn, daar hebben we het morgenochtend al over. Ga nou maar slapen, want het is al laat. Kunnen we niet opblijven en praten? Nee, we kunnen niet opblijven en praten. In dit huis houden we ons aan normale tijden. Dus wegwezen, hè? En poets je tanden. Denk om die rode tandenborstel is van mij, hè? Te rusten, Daddy. Slaap lekker. Ben ik toch weer door de knieën gegaan.